Oh, dit is echt exercise. Komt ie weer. De nacht is voorbij. Zo hebben wij vandaag geslapen. Een ielig, vies dekentje. Hoe heb je geslapen? Nou, best goed. Goedemorgen, Eloy. Is het er al? Koffie. Water. Beter. Koffie is wel oké, is lekker. I took last night. You took it to a hotel? Oh, yes. Yes, okay, excellent. 1, 2, 3. Nou, we hebben de tassen afgeleverd, nu nog even tijd voor een kopje thee. Cool for the bus. Thank you. Kan hier? Ja. Yes, please. Deze meneer belt nu naar Erik als het goed is. Dus ik hoop dat dat de slachtoffer hier komt ophalen. Ze lopen hier gewoon los in de wei, de koeien. Het is wel spannend, maar je raakt eraan gewend. Het is gewoon leuk. Terwijl we nog wat sfeerbeelden opnemen voor deze vlog, heeft de man die zojuist naar ons contact bij het guesthouse heeft gebeld iets naar de overkant geroepen. Aan de handgebaren te zien zijn wij uitgenodigd om te komen eten. Enigszins aarzelend stemmen we in. We gaan ervan uit dat een zekere Erik, onze gast hier voor de komende 2 dagen, ons hier wel weet te vinden. Oké. Okay. De uiterst vriendelijke dames begeleiden ons de trap op. Hallo! Hallo! In de kamer moeten we gaan zitten rondom een lage ronde tafel, waarop steeds meer schalen met eten worden geplaatst. Niet veel later komt ook Erik binnen. Nadat hij de belangrijke heer des huizes heeft begroet, maken wij kennis met hem. Hij vertelt ons dat vandaag een speciale dag is. Vandaag wordt onder andere herdacht dat op 19 juli 1947 de vader van Aung San Suu Kyi is vermoord. Zijn afbeelding is ook te zien op de zwarte t-shirts die door de aanwezigen worden gedragen. Dat we hier in een NLD-bolwerk terecht zijn gekomen is wel duidelijk. If we all get together, we never get home. Ja, jullie zien eruit als een gelukkige familie die van reizen houdt. En als we samen zouden gaan, zouden we nooit meer thuis komen. Dit is het huis van de vertegenwoordiger van deze provincie. En ja, we kregen heel veel te eten, maar dat kregen we niet allemaal op. En nu zitten we alleen maar selfies te maken. Een van de dames met zo'n zwart shirt vraagt Erik of Edine haar shirt wil accepteren. We balen ervan dat we niet echt iets bij ons hebben om terug te geven. Behalve dan een zelfgemaakte armband. So kind. So, Elora. She's already famous in Vietnam. Really different from Rolex. Wat een prachtig verhaal. Een eenpersoonsbed met ons eigen tweepersoonsbed. Een prachtig uitzicht, daarover later meer. En dan gaan we naar deze kant.
Een soort woonkamer idee. En de badkamer. Handdoekjes. Een douche. En een spiegel. Het weer vandaag. Zo lekker. Je zou er bijna niet meer weg willen. Echt geweldig, ja. Hey, wat kijk je naar?